Vandaag wordt het tijd voor een wissel. We gaan even kijken met de snelheidscodering. En even de loodindex. En even kijken waar, ja, waar dat probleem heeft gezeten. Nee, je zag er geen. Ik heb gewonnen. Mooi hè, heel voorzichtig. Puntje afbreken. Kostte toen volgens mij 250.000 gulden opnieuw. Ik ga beginnen met mijn plan. Tot met mijn verjaardag. Hey, what's up iedereen? Goedemorgen! Welkom in deze gloednieuwe vlog vanuit de VIP-bus. Het is tijd om deze croissantjes heerlijk in mijn waffel te douwen. Hamkaas croissantjes. Ik krijg oprecht gewoon een slijmerig bekje ervan. Omdat ik gewoon zoveel trek heb in een lekker croissantje. Hey iedereen, ik hoop dat jullie weer zin in hebben vandaag. Vandaag wordt het tijd voor een wissel. Ik ga mijn Lambo ophalen en dan lever ik de VIP-bus in. Natuurlijk zijn we laatst naar Polen geweest met de VIP-bus. En er mankeerden nogal wat dingen, helaas, aan de VIP-bus, aan de partybus. Dus die gaat voor onderhoud gaat die naar John. Dan gaan ze even als het goed is een nieuw bandje, of wou zeggen bandje, vier nieuwe bandjes eronder gooien, heel nieuw setje. Er zijn wat motorstoringen, er is een probleem met AdBlue, met het systeem die de AdBlue reguleert, dus ze gaan het allemaal fixen. En mijn Lambo die is net gemaakt, wat er precies aan de hand was, dat kan John wel denk ik vertellen straks. Dus die ga ik ophalen, dus ik rij in mijn eentje met de VIP-bus daarheen. En dan met mijn Lambo terug, dus dat is een mooie ruildeal. Ik kan helaas niet achterin zitten en lekker tv kijken of zo. Ik moet zelf rijden, maar dat is ook niet erg. Zet ik gewoon lekker een podcastje op. Ik denk dat ik Views ga luisteren. Views van David Dobrik, zeker een aanrader. Dus ik pleur alle licht uit. Zo, even die strobo uit. Die staat te knipperen daar zo, in het stoeltje zo. Dus die klikken we even uit hier. Dan ceiling lights, indirect lights en soft lights. En dan gaat ik voorin zitten. En niet mijn croissantjes vergeten. Omdat deze bus uit Miami komt, zit je ook overal mee te kutten. Kijk, dit staat bijvoorbeeld in Fahrenheit. Maar gelukkig staat het wel aangeduid met rood en blauw. Voor mensen die Fahrenheit niet begrijpen. Gelukkig weet ik het een beetje uit mijn hoofd. Gewoon dit is prima zo. Lekker. Hey man. Nou, nou, but y'all. But this shit. Zie je het? Kijk daar bovenop de brug. Ja, daar staan ze weer even geld in, hè. Even te cashen. Haha. Kijk ook die melding op het dashboard. Als je telt, zijn er 6. Als deze bus een dier zou zijn, was het een pechvogel. Ik zweer het je. Een eigenaar is een rare vogel. Toekan. Kijk bijvoorbeeld ook deze riem. Die hangt gewoon los. Die kan niet strak. Ik heb hem wel om. Dus dan zou ik dus nog helemaal zo gaan. Maar hij rekt wel verder uit, maar gaat niet verder terug. Kijk. Lekker mistig hoor, in dat Uden. Kijk eens even, daar ben ik. John Wright. Wat staat er vandaag voor de deur? Dikke M6. XM6. Wat heeft die eronder zitten, gek? Oh, een FI exhaust. Oh, die zijn goed. Deze klinkt sowieso als een beuker. Niet normaal. Custom velgen. Is dat Vossen? Wat zijn dat? Nee. Wat staat er? Hexer. Hexer velgen. Hey, John. Ja? Ik had je toch wat ouder geschat, eigenlijk. 5 minuten. Moet je al dit wel hebben op de pick-up voor je leeftijd? Ja, je neemt het allemaal voor lief, hè? Het is dat je geld aan me verdient. Ja, anders had ik je lang weggeschopt. Ja. Nee, maar leg je winterband op. Ja, eentje. Dat is een nieuwe band. Vanuit Polen nog. Laten we even een flashback doen naar Polen van de klapband. Flashback. Morgen. Er worden nieuwe bandjes bestellen bij John. Hey John, dit is een originele band. Dit is de band? Dit is de banden waar we mee reden. Die allemaal gingen klappen en bollen. En. Maar ze... Er waren 2 achterbanden kapot gelopen. Ja, maar ze hebben er van achter naar voor gehaald. Om dezelfde band op dezelfde as te hebben? Ja. Ah, daar hebben we slipje aan. Dus ja. Maar je gaat nu even kijken. Ja, we zitten even te kijken, want natuurlijk. We hadden 1 bolling in de band en 1 klapband. En waarschijnlijk zit er een snelheidscodering op. Of een maximum snelheid op de band. En daar heeft waarschijnlijk mee te maken, want wij hebben 130 gereden. Maar waarschijnlijk mocht je er maar 100 mee. John die gaat even checken. En wat, jij had het ook nog over een loodcode. Wat zei je nou? Loodindex. En wat houdt het nou in, die loodindex? Hoeveel gewicht zijn band mag hebben. Dus het kan ook best zijn dat er gewoon de verkeerde band op hebben gelegen of iets in die richting. Dus het kan aan de snelheid liggen. Dus de maximale snelheid die zijn band mag rijden, dat kan. Je ziet ook wel eens ooit bij personenauto's, als bijvoorbeeld de winterband erop gaan, staat er een stickertje maximaal 190 km per uur of maximaal 210 km per uur. Dus goed, dat kan wat aan liggen. Dus we gaan even kijken, want dit is de band die erop lag. Hè? Dus we gaan even kijken met de snelheidscodering en even de loodindex en even kijken waar dat probleem heeft gezeten. Ja. Want ook hier, ja, zit er nergens in het rood scheuren, niks. En als je hier in het loopvlak kijkt, profiel is goed. Geen scheuren erin, niks. Dus waarom lopen die banden kapot? Ja,
Ik ga hem even uitzoeken. Daar heb je nou niks meer aan. Nee. Dat is wel kut. Vervelend. Maar... Nou, ja, John, weet je wat we gaan doen? We slaan gewoon de agressie ervan af. Dat kan heel mooi bij deze plantje. 4 mei, hè? Ja. Ik heb het beloofd. Je krijgt echt nieuwe voor je verjaardag. Kijk hoeveel er ook gelijk ligt. Ja, John, kom eens. Ik wil het ook bij jou proberen. Ja, is goed, jongen. Sta. Nee, ik mag niet aan je haar komen. Nee. Je bent heel ijdel, hè? Nee. Ja, trouwens. Ijdel door jou. Ja, dat weet je zeker. Ja. Maar dat is bijna iedereen wel. Ja. Ja, dat is wel waar, ja. Maar ja, er zijn ook nog... we moeten ook even die intercom fixen. De gordel voor, die hangt los. Die trekt niet meer strak. Ja. Wat? De AdBlue pomp is binnen. De AdBlue pomp, moet nieuwe AdBlue pomp. Anders moeten vervangen, maar goed, dat halen we niet meer. Dus die ligt binnen. Nou joh, check dat ding gewoon even helemaal van top tot teen. We hoeven nu even niet weg, voorlopig. Fijn. Ja, we hebben de tijd. Oh ja, en we willen die stripperpaal inbouwen. Maar ik denk, oh, dat kan ik ook wel regelen. Ja. Die meesproef zijn of? Wil je er echt aan zwieren? Of ja. Zwieren? Ja, zwieren. aan vasthouden of zwieren, ronddraaien. Zwieren, zwaaien, kontje draaien. Ken je dat niet? Zwieren, zwaaien, kontje draaien. Dat is gewoon Nederlands. Weet je het zeker? Zwieren, zwaaien, kontje draaien. Ja, dat ken ik wel, John. Ja, snap. Nee, het moet wel een beetje bestendig. Alles moet hufteproef zijn in die bus, John. Ja, dat snap je zelf ook wel. Dat heb ik wel gezien. Ik zag al dat jullie in het rijden waren en dat er iemand ging staan en er werd er flink geremd. En die had die panelen aan de zijkant vast. Ik denk, oh mijn god, jongen, er zijn geen handvaten. Hè. Dat hout bedoel jij? Ja, dat hout allemaal. Ja, ik was ook bang dat ze die eraf zouden trekken, maar ja. Maar goed, ik ben benieuwd naar de binnenkant. Nee, valt mee, John. Ja? Hij is helemaal intact. Hij is een beetje vies op de grond, maar voor de rest helemaal netjes. Onderste knop. Gewone chips, paprika. Dag, John. Hè? Nee, is het gewoon nog netjes? Nou, het valt me reuze. Een beetje vies. Nee, iemand stond hier volgens mij. En toen die trok hier aan. Ik hoor, mijn god, man, dit is geen handvat. Maar goed, het is allemaal. Moet zeggen. Ja, mijn complimenten. Valt mee heel erg naar later. Een beetje muf, een beetje zo'n penetrante. Latex, een beetje latexlucht hier. Het lijkt foto's maken, hè? Ja, leuk. Ja, zeker. Ik ben ook één keer. Nee, maar komt er echt zo'n gigantisch mooie muziek uit, John? Komt er echt zo'n gigantisch mooie muziek uit? Ja, we gaan hem niet aanzetten, hè? Kijk, die gordel. Die gordel die heeft een dosis Viagra nodig. Ja, voor als iets het niet meer doet, hebben wij pilletjes voor. Maar het is inderdaad, het is een beetje... Oh ja, en weet je wat ook nog zo is? Het is natuurlijk een bus uit Miami. Ja. En die platenspeler die erin zit, DVD-speler. Dus wij denken, we gaan even Lord of the Rings kijken, Harry Potter... not a compatible region. Dus dvd's worden gebrand. Of voor Europa. Ja. Of voor Azië. Of voor Oceanië. Of voor Noord- of Zuid-Amerika. Maar deze dvd's zijn natuurlijk allemaal Europees. Ja. Maar de speler is Amerikaans. Dus we kunnen helemaal geen films. Klopt. Maar er zat een heel mapje bij met dvd's. Klopt, die deed het ook niet. Oh nee, niet? Paar maar. Want er zit ook een dvd bij met slagermuziek of zo. Ja, die Duitse dvd's deden het niet. Maar met de Amerikaanse muziek erop, die deden het wel. Oké. Ja, wel vet. Er zat wel gewoon een mapje bij. Die kochten we bij de bus. Die zat erbij met allemaal gewoon muziek. Dus daar hebben we wel een beetje gewoon videoclips kunnen kijken en zo. Maar ja, en we hebben denk ik te weinig stroom om te playstationen. Want we kunnen wel kleine games spelen zoals Rocket League en zo. Ja. Bijvoorbeeld een zware game zoals FIFA of Call of Duty. Of gewoon grote games. Dan valt die PlayStation uit. Dus ik denk dat hij dan te weinig stroom krijgt of zo. Dat heeft dan denk te maken met de omvormer. Want die heb je gewoon in die 220 aansluiting zitten. Nee, ja, en gewoon in de HDMI onder de tv. En dan sluiten we die PlayStation aan op gewoon een stekkerdoos in de wand. Ja, die ja. Maar daar zit een omvormer achter. En dan zal die omvormer te licht zijn. Dan kan je ook een zwaarder inzetten dan? Een zwaardere omvormer moet je dan hebben. Ja. Dus daar kan ik ook wel rekenen. In 2022 heb je heel veel mensen die omvormers zijn, hè? Dat klopt. Transformer. Ja. Hallo Erwin, wij komen banden checken. Dag, goedemiddag. Banden checken. Hoezo was er gebeurd dan? Weet ik niet. Bijna doodservaring. Plofbanden. Ik ging van plofkip, ging namelijk plofband. Kip en plofbanden, ja. Een uitspoesten. Was niet leuk. Maar John gaat nu even kijken, gewoon winterbandjes. Met de juiste baat. Die de snelheid aan kunnen en het gewicht. Oké, John, morst de thee. Speel de thee. Ja, luister. De banden die hebben een loadindex van 1380 kilo voor een
Ja, en kijk, John zegt lood als in lood van een potlood of lood als in staal, maar hij bedoelt natuurlijk lood als in lading in het Engels. Ja, lood. Ja, dat is Brabants Engels. Lood. Lood. Maar hij heeft een loodindex van 1380 kilo voor enkel lucht. Ja, dus voor één band kan 1380 kilo dragen. Ja, dus daar heeft hij niet aan gelegen. De snelheidsindex, die is, even kijken, het is een S-band. Een S-band was 180 km per uur, mag je maar rijden. Nou, dat ding gaat niet harder dan 130. Dus ja, nee, maar goed. Dus dan is het niet dat er een band op lag met een te lage snelheidscodering of loodindex. Dus daar kan het niet liggen. Dus ja. Is de bandenspanning te hoog geweest? Dat staat erop hier ook, hè, want daar heb ik jou nog aan de telefoon gehad. Hier mag koud. Mag je hier 80 PSI op zitten? 80 PSI. En dan kun je hem omrekenen naar bars. En dat hebben we toen ook nog gedaan. Ja, ik heb langs de snelweg heb ik dat staan omrekenen. En dan heb ik ze allemaal op maat of dus netjes afgesteld. Die ding is, dat was gewoon goed. En een beetje verschil maakt er niet uit. Want op een gegeven moment zei je ook van mijn auto trilt. Ja. Dan heb ik gezegd, nou, je moet de bandenspanning controleren. Je moet je loopvlak even controleren. De binnenkant van je wangen controleren van de banden. Aandrijfas. Goed, die aandrijfas hebben we gecontroleerd over de telefoon dan. En als dan die banden bijvoorbeeld een bar 4 moeten hebben. En er zit 3,6 in, dan kan die auto niet van gaan trillen. Dan moet er iets anders aan de hand zijn. Dan moet die band eigenlijk... Er is iets anders aan de hand, waardoor beide achter... Ja, of inderdaad, wat zou kunnen, is dat die auto een keer is uitgelijnd op de verkeerde manier. We hebben de wielen eraf gehad, we hebben die wielen gecontroleerd, we hebben de banden gecontroleerd. Jullie hebben zelfs nieuwe loodjes erop gedaan, ja, toch? Ja, jullie zijn opnieuw gebalanceerd. Alleen we hebben hem niet uitgelijnd, die auto. Dus het kan best zijn, als we hem gaan uitlijnen, dat we kunnen zien dat bijvoorbeeld die achterbanden zo of zo staan. Dat kan. En als hij zo over de weg heen gaat, ja, dan zul ik wel voelen met rijden, maar het kan zijn dat daar iets nou, misschien is hij minimaal afwijkend. Op korte afstanden er niet uitkomt, maar op lange afstanden misschien wel. Nou, als het in ieder geval uitlijnen niet is, dan wordt het een mysterie. Ja, dan weten we het echt niet. Ja, en dan, hè, en wat ik net al zei, er liggen Kumo-bandjes op. Kumo is geen dramaband, maar het is ook, ja, het is ook geen A-merk. Het is ook geen Michelin of geen... Pleur er maar gewoon lekker een A-merk op. Dus, en ik denk, hè, dat we gewoon goed aan doen. Ook het feit dat je naar Duitsland rijdt, misschien wel eens ooit, misschien ook een keer naar Oostenrijk, dan zou ik er gewoon winterbanden op leggen. Perma winterbandjes. Maar dat hadden we eigenlijk sowieso al moeten doen. Want je bent natuurlijk met die auto in Duitsland geweest. Ja. Dus we hadden eigenlijk sowieso al winterbanden op moeten leggen. Ja. Nou, ik dacht dat het all-weatherbanden waren, maar dat was dus niet. Nee, volgens mij niet. Nee. Dus gewoon zomerbanden gereden, ja, ook nog. Maar dan nog had je de winterbanden op moeten leggen. Nee, ik zie er geen blokje op staan of niks. Het is gewoon een zomerband waar je... Ja. Nou, het is een beetje een mysterieus voertuig, laten we het daarop houden. Ja. Maar joh, we hebben geen haast, hij kan niet lekker lang blijven staan. Dus als ze druk hebben, weet je, ze moeten gewoon die bus op hun gemakje helemaal, helemaal aan gaan pakken. Meet in Vietnam. Die banden? Ja. Heel veel foute grappen over maken, maar dat ga ik niet doen. Nee. Maar joh, John, weet je, op wat voor manier dan ook, geen goed rubber is altijd gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Er gebeuren de grootste ongelukjes mee, hè? Ja. Maar ik ga maar rekenen. Ja. Nou, gaan we even bij mijn Lambo kijken. Is goed. Want die is wel helemaal APK als het goed is. Die is klaar. Ja, die heb ik vorige week een APK gekeurd, ja, want die was bijna een APK toe. Oh, je hebt hem ook gewoon gekeurd gelijk? Ja. Nou, dat is top. Daar staat hij, hoor. Hey. Mooi, hè. Ik heb wel gemist. Ja, klopt. Echt zin om erin te scheuren weer. Maar even kijken. We hebben één reflector vervangen. Reflector linksachter. Linksachter. Die was gescheurd, daar zit een nieuwe in. Die was gescheurd, ja. Dus die hebben we gedaan. Dat tikje, als we wat harder over het onderreden samen, dan hoor je tak, 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 tak. Nou, die hebben we gemaakt. Hoe? Tak, 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 tak. Die hebben we gemaakt. En hebben ze allebei maar vervangen. Je hebt die band opgehaald in Vietnam zo toch, of niet? Ja, klopt. Tak, tak, tak. Ja, het zou, ja, goed, wat kan dan liggen? Waarom is die stuk gegaan? Want die auto heeft 33 lopen, 34 lopen. Hij heeft nu 34,5 gelopen. Ja. Kun je nagaan hoeveel ik erop heb gezet. Hè? Ik heb hem gekocht met 18.000 kilometer jaar geleden. Dus ja, het kan gewoon cetage zijn. Er komt natuurlijk best wel wat power op die achterwielen. Dat klopt wel. Ik zag jou pas een keer een soort van power sliden over een parkeerplaats. Dat zou ik nooit doen. Nee, dat was iemand anders. Ja, dat was mijn vader. Ja. Nou, daar zou het van kunnen komen. Maar ja, goed. Nee, het was daarvoor al. Ja. Daarvoor al radio raar. Dus dat is gewoon een tikje. Maar je kon echt merken, als we wat harder de rotonde overreden met veel zachte G-kracht, dan hoorde je tikken. Zachte G-kracht? Ik denk ik had het nu pas door. Ja. Ik zal je voor zijn. Want als ik G zeg, dan is het weer... Maar je kent wel het nummer van Jos van Os, toch? Jos van Os? Ken je Jos van Os niet? Ik heb een zachte G. En een harde lul. Ja, hij kent het wel. Ik heb een...
Vanaf dat ik kon praten, had ik een zachte G. Ik verhuisde naar het westen en dat viel heus niet mee. Ze pesten en ze lachten, maar dat nam ik dus mooi niet. Nu zeg ik elke keer tegen Roosje, Kim of Riet, ik heb een... harde G. Nee, zachte G. Hey, maar jij hebt een harde G en een zachte lul en ik heb een... Ja, jij bent omgedraaid. Kut, ik ben toch een paar honderd kilometer te ver naar het noorden geboren. Nou ja, maar daar heb je dus Viagra voor. Daar hebben we pilletjes voor. Ja. Ja, ik bemerk dat Ritalin werkt niet meer, maar dat bleek voor iets anders te zijn. Dat is iets anders weer, ja. Oké, okay, in ieder geval dat gekraak kwam door een kapotte wiellager. Wat een gelul. Wat een gelul. Ja, je gaat ook altijd maar in mee, hè? Ja, dat moet wel. Dat moet nee, wel. Ik ben ook niet, anders, hè? Dus, ja, je bent wel een beetje anders, hoor, dan de rest. Ja, iets wel. Iets wel, ja. Iets kleiner. Ja, flink. Ja, de rekening even opmaken. Ja, dan komt weer een extra factuurtje binnen. Ja, dan komt weer... smaat, laster. Ja, laster en smaat. Korting gaat erbij. Ja, maar de wiellager was dus kapot. Ja, daar hadden we het over, hè. Ja, kapot. Punt. Ja. Ja. En nu is dat gekraak weg. Nee, dan niet. Oh. Dan niet, nee. Maar goed. Nee, dat is weg, ja. Jongen, jongen. Ik heb daar verstandig mee praten. Ik heb het al een paar keer gevolgd. Het is hartstikke goed, joh. Ja. Je kunt er niks van maken, hè? Nee. Ze zeggen wel eens, het verstand komt met die jaren. Het had bij mij nog heel lang geduurd, hoor. Maar, ja. Ja. Dat wil zeggen dat ook niet waar. En dan moet ik 500 nee, worden. Nee. Nog iets. Oh, god. Dit rooster. Het was helemaal losgegaan hierachter. Hoe kan dat dan? Als hij opsloeg. Prrr, nee, zei je toen. Hoe? Ik had het je kunnen vertellen dat het kwam. Je wil aan mijn nadoen om het heen. Hé, tijger. Maar als je hierop sloeg, maak je die geluid. Oké, en nou heb je hem vastgezet weer? Ja. Of een nieuw rooster besteld? Of? Nee, ik heb hem vastgezet. Maar hij, als je hierop sloeg, dan... Maar dat, maar, ja, dat kan zomaar los door de, de zachte G-kracht, kan het zomaar los gaan. Gewoon een roosje wat er zit en door het trillen was je losgegaan of zo. Oké. Dus wij dachten eerst dat daar het geluidje vandaan kwam. Denk ja, dat zou ook nog kunnen. Want het was echt een heel licht geluidje wat we hoorden. En, ja, kan je hem nog één keer nadoen? Komt ie. Tik, 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 tik. Ah, je voelt zijn microfoon, hè? Ja. Ik ben John van der Rijt, ik ben 27. Nee, 25. Ja, en ik kan heel goed prrrr. Heb je bandjes gecheckt? Bandjes? Zijn de bandjes nog goed? We hebben kumotjes opgelegd met de loodindex. Ja, die hebben we toen nieuw opgelegd, toch? Ja, die zijn nog redelijk nieuw, ja, die banden. Ja, dat is helemaal goed. Mooi, man. Kan ik nooit normaal iets uitleggen, jij hebt ook altijd. Nee, en het mooie is, je hebt heel veel mensen die denken, hou gewoon je bek, maar John gaat er gewoon vol in mee. Maar John is eigenlijk gewoon net zo'n randebiel als ik. Ja, je nam 25 in plaats van 22. Ja, jij bent 25, ja. Als je zegt dat vaak dom waar je mee omgaat, word je mee besmet, hè? Ja. Moet ik oppassen dat ik geen zachte G-kracht krijg. Nou, dat is wel aardig aan de hand, hè? Want af en toe als je jou hoort praten, je probeert het in ieder geval wel, hè? Nee, maar dat klinkt meer als een Limburger. Ja, dat klopt. Dat is wel heel slecht. Maar goed, het gaat wel steeds beter, vind ik. Ja. Ik hoor jou best regelmatig in ieder geval je best doen. Ja. Om een keer nu moet jij nog een keer je best doen om een keer ABN te gaan praten. Ja, dat lukt niet. Nou, ik heb wel gehoord als jij een paar biertjes drinkt, ja? Dan ben je echt niet meer te verstaan. Oh, dat kan zijn. Dan gaat echt je dialect komen naar voren. Wat is het doen op je feestje? Ja, weet ik veel. Hier, elk feestje. Ja? Hier, daar, bij mij, bij jou. Ja, daar zul je niet denken, maar ik doe extreem mijn best nu. Ja? Ja. Dat zeg je altijd, ja. Voor mijn video's en als ik klanten heb, doe ik echt mijn best. Ja, dat doe ik echt mijn best. Oké, maar begin nou eens gewoon te praten, maar doe je tegen je zoon praat bijvoorbeeld. Ja? Wat wilde ik zeggen dan? Wat wilde? Ja, goed, als wij gewoon normaal Brabants praten, dan is dat totaal anders. Verstaat ik zak van. Ja, het is meer alsof je soort... een tia aan het ontwikkelen ben, zo klinkt het. Ja, verrekt een bokkenlul. Maar, nee, maar als wij Brabants lullen, dan is het een heel ander verhaal. Ja. En dan heb je in Brabant nog 600 verschillende dieren. Ja, die is niet normaal. En dat loopt langzaam over op Limburg, naar Vlaams. Het gaat echt, als wij hier, wij zitten hier in Uden. Heb je op een gegeven moment een kanaaltje bij de Middenpeelweg. Middenpeelweg? Middenpeelweg. Wat een naam ook. Aan de andere kant van de Middenpeelweg is het allemaal meteen van ik moet naar huis. Ik moet naar Thuis, huis. Thuis en huis. In Nijmegen is ook zo. We gaan naar huis en ja, kom je bij mij thuis. Maar jij hebt een accent van Nijmegen, of niet? Ja, maar ik kom ook uit Nijmegen. Ja, dat scheelt ook. Ja, maar in mijn oren klinken jullie hetzelfde, terwijl voor jullie... Nee, dat is wel heel verschillend. Dat is totaal anders. Dat kunnen we wel horen. Ja. En jij, wat zeg jij? Ja, jij zegt... Hoe zeg je, dat kan ik wel horen, hij zegt heuren en jij zegt? Ik kan het wel horen.
Dit klinkt voor mij bijna hetzelfde. Ja, bijna, maar ik hoorde meteen dat hij de kant van Nijmegen, Arnhem afkomt of zo. Maar ja, kijk, als je zoveel verschillende talen hebt, dan moet je ook gewoon leren waar je vandaan komt. Want... Ja, denk aan Tilburgs. Tilburgs, Breda's, dat is totaal wat anders. Als je naar Helmond gaat, is weer een anders. Hé, hey, en dan zit er neven Nijmegen, dat is maar 10 kilometer, hey, Groesbeek. Daar kan je helemaal niks van verstaan. Daar kan in Nijmegen nog niks van verstaan. Groesbeek, wat zeg je? Kijk, ik hem lol hebben. Dat vond hij mooi, die John. Oh. Ja, maar ja, waar ik heb ik een accent? Dat valt er mee. Jouw opa wel, vind ik. Mijn opa ja. praat plat Leids. Dat is niet normaal. En mijn pa heeft ook wel een accent, hoor. Die klinkt Haags. Ja, ook wel. Want dat is een geboren getogen Hagenees. Ja. Maar goed, ik denk dat jullie accent... Dichter bij het ABN komt dan hebben we ons. Ja, maar weet je waar ze geen accent hebben? Eigenlijk alleen in de buurt van... Jawel, je hebt wel plat Utrecht, maar laten we zeggen een beetje het gebied van Zeist. Weet je, Oost-Utrecht, daar praat iedereen gewoon... Dat is allemaal Utrecht. Utrecht, ja. Maar er zit ook echt wel een accent achter. Dat... Amsterdam is ook echt een accent. Rotterdam is echt een accent. Ja, is heel erg. Den Haag, noem maar op, is allemaal accent. Maar wij hier in Brabant, dat is eigenlijk het mooiste accent waar je kunt hebben, vooral in de regio. Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Je moet een manier vinden om ermee om te kunnen gaan, dan maar zo. Het is natuurlijk wel zo, het Brabant is echt een hele luie taal, hè, want wij korten alles in. En als je Van der Rijp mijn achternaam heet, is dat nog veel erger, want ik moet altijd, praat nou eens rustig. Rustig praten, want ik kwap er alles uit en ik vergeet de helft te zeggen. En het enige die mij echt begrijpt is Mirjam dan. maar drie halve woorden zeggen dan... Ja, maar het mooie is, Mirjam begrijpt jou, maar jij begrijpt je vrouw niet. Nooit. Nee. Nooit. Nee, vrouwen kun je gewoon niet begrijpen. Nee, maar gelukkig is iedereen genderneutraal, dus dat maakt niet meer uit over een paar jaar. Iedereen, ja? Nee, maar goed, het is wel mooi hoe dat gaat. Want het is echt, als je hier... hier is Uden, kilometer of 10 verderop heb je Nisterrode. Alweer een ander accent. Woont Ruud daar? Ruud? Van Nistelrooy. Die kwam met Geffen, maar die praat wel een beetje zo. In Geffen doet iedereen aan? Geffen. Nee, we ook belasting betalen. Ja, dus. Jongen. Nou, dat kunt u niet maken. Dat kunt u niet maken. Nee, ik kan het toch niet maken, jongen. Maar dat is overal anders. Er zijn zoveel dialecten en er zal best wel iemand een keer hebben uitgezocht hoeveel dialecten er in Brabant zijn, maar er zijn echt veel. Ja, maar wat ik gewoon mooi vind is dat bijna nergens praten zegt ABN. Iedereen heeft wel een accent of je kan bijna altijd wel plaatsen waar iemand vandaan komt. Vooral als je een beetje mensen kennen hebt en je hebt zoveel klanten over de vloer, dan leer je zelf wel te luisteren waar iedereen vandaan komt. Maar dat moet ook wel, want als ik gewoon echt Brabants praat, dan verstaat de helft van mijn klanten mij niet. Wat zeg je? Dat is mijn grap, hè? Dat is niet leuk, hè? Nee, ga kijken of je in je eigen graptuin. Ja, nee. Dat had heel grappig geweest. Nou. Dat was wel een goeie geweest. Ja, wel een goeie geweest. Dan ben ik blij dat ik gewoon alert was. Ja, ook voor het eerst. Ja. Dat heb ik gemist, dat geluid. Lekker joh. Stoomwee! Blijft gaaf dat die uitlaten ook zo hoog zitten. Dat zie je bijna nooit op auto's. John heb ook die wagen even lekker gewassen. Dan moet je kijken, jongen. Beetje bandenvet erop gesmeerd ook. Hij glinstert weer helemaal. Mooie rel doe, John. Ja. Ja, en geen stiekem vieze dingen doen in die bus, hè? Dat kan ik niet beloven. Bel mij dan even, dan kom ik wel van langs. Ik zal wel FaceTime. Ja. Is het duur om sensoren in te bouwen? Duur? Duur bedoel ik. Duur. Ja. Is dat duur? Voor en achter? Ja. Dat valt denk ik wel mee wat het kost. Kan jij voor mij eens een offerte maken? Want die bus is zo groot. Lang, hè? Dat is niet normaal. En we rijden nu elke keer, er gebeurt niks mee. Want we rijden heel rustig en mensen kijken dan buiten, weet je, als we een beetje aan het rijden zijn. Maar het is wel lekker als er sensortjes in zitten. Kijk, zo rijd ik met mijn groene kikker weg. En dan kom ik binnenkort. We hebben al een afspraak gemaakt in de agenda. Kom ik terug voor mijn RS6. En die krijgt in plaats van originele Audi bougies, krijgt die NGK. NGK. Ik zit helemaal in die barrière tussen Brabants en Leids en het werkt allemaal niet meer. Oh. Zou je even helpen? Ik krijg racebougies. Dat is beter voor mijn blok, want hij is nu te hoog getuned eigenlijk voor normale. Kijk, mooi hè. Heel voorzichtig voor het puntje afbreekt. Laat hem niet vallen. Mooi hè. Oh, hij stelt scherp op jouw hoofd. Dank je. Herkent hij toch een mooi gezicht, ja, hè? Ja, toch. Dat heeft hij zo niet meer, hè. Maar ja, kijk. Ja, mooie bougies. 8 stuks gaan erin dan. Show van de Rijt. Oké, lieve mensen die de vlog aan het kijken zijn. Welke V12 vinden jullie mooier? Kiezen jullie voor die Lambo? Of voor die V12 van zo'n Ferrari? Qua cilinderinhoud is het ook net iets anders. Dit is een 6,3 liter.
Dat is een 6,5 liter. En de cilinders lopen wat anders, zodat de tune net wat anders klinkt. Deze klinkt wat zwaarder. En die van die vragen, die jankt meer. John, mag jij om een gunst vragen? Wat wil je weten? Kende jij de wagens om de beurt te starten? Dat kan. Dat we even die V12, en dat de kijkers kunnen laten weten in de comments. In de commands. In de commands. Welke V12 lekkerder klinkt. Dit is natuurlijk de Lamborghini, de 6,5 liter V12, met een Akrapovic uitlaat. Die andere heeft een originele knalpijp, dus dat is niet helemaal een eerlijk verwijt. Nou, liever een knalpijp dan een klapband. Wat? Knalband, zeker. Wat? Een knalband. Die Ferrari. Ja. Die Maar die Ferrari, als je daar een Novitec uitlaat onderlegt, of een Akrapovic. Dat zeg ik net tegen jou. Dat is, dan wordt het verhaal dan anders. Maar het is eigenlijk niet een eerlijk vergelijk. Want hier, deze is wel een beetje geholpen natuurlijk qua geluid. Ja, maar ja, alsnog. Maar dan weten de mensen alsnog de tune een beetje. En misschien, het maakt toch uit, want je kan dan voor deze kiezen puur omdat er een mooie uitlaatsysteem onder zit. Dat kan ook een keuze zijn, hè? Dat kan ook, of wat? Misschien verkoopt hij hem wel door de vlog, je weet het niet. Nou, kom op dan. Jongen. Kom op, even starten. Kom op dan. Even starten. Kijk, daar ligt die V12. Dit ding stinkt, jongen. Oh, yo, net of je alleen maar harder gaat klinken. Hé! Hey! Nou, dan is de klep open. Oh, nu staat de klep open. Ja. Ik dacht al, ik schrok een beetje. Klein beetje. Hij gaat natuurlijk niet helemaal rev op een koud blok. Ik ben nu even voor de kijkers, ik ben niet verder gegaan dan een 2000 toeren nu, omdat die koud is, hè? Ja, nee, dat is alleen maar goed, John. Dan kun je nagaan wat zijn auto doet als hij... Als je hem even naar de 8000 toeren ramt. 18 doorjaar. Oh, joh. Oh, hij ruikt lekker. Ja, dat is echt... Dat ruikt best niet. Ik denk dat er weer een meter sneeuw af is in Groenland. Ja, misschien krijgen we weer een betere zomer. Ja. En nu deze, die zal wat bescheidener klinken, maar je hoort dat de toon is gewoon heel anders. Echt gewoon heel anders. Ik vind deze sowieso ook minder modern eruit zien. Want de eerste Aventador komt al gewoon uit 2011, 12, hè? 12, toch? 11 zelfs. Eerste versie komt uit de 11. Ja, ik geloof wel. En wanneer is die F12? Ja, die zijn er vanaf 12 volgens mij. Vanaf 12, dus eigenlijk een beetje hetzelfde tijdperk, maar deze zal veel sneller ouder gaan lijken. Dus een Aventador is nog steeds modern. Fantastisch, die lijnen. Maar John gaat even de sleutel pakken. Wel vet is dat, Formule 1 race licht. Hè? Ja, dat is wel heel gaaf. Maar ook als je kijkt naar de binnenkant van zo'n Ferrari. Ja, ik vind altijd dat het gele logo een beetje cheap. Maar ja, ik ben gewoon geen Ferrari man. Maar ik vind het voor de rest natuurlijk wel fantastisch. Komt ie, hè? Ja, daar komt ie. 6,3 liter V12. Hier is veel minder hard. Hier, choke is eraf. Je hoort, kijk, de motorblokken zijn nu koud. Maar je hoort dat hier zoveel potentie in zit voor een andere uitlaat. Ja, dat is echt. Maar ja, ik denk als je hem nu zou doorreffen. Dat moet je nu niet doen, maar ik bedoel, als hij warm is. Serieus. Dat klinkt wel serieus goed al, maar er zit gewoon, hij wil meer. Het klinkt naar meer gewoon. Maar warm of koud, dat maakt ook uit, hè? Want een cold startup is ook belangrijk. Het totaalplaatje moet ook kloppen. Hey, Pininfarina heeft deze gedesigned. Dat is wel vet om te zien. Het is een designbureau, die hebben heel veel Ferraris hebben die getekend. Die heb ik nog eentje meer staan. Kom eens even mee. Echt? Ja. Sowieso die oude Ferrari achter in die hoek, of niet? Nee. Nee, hè? Ja, je bent van een andere generatie, maar daar raad je nooit. Daar raad je nooit. Nee. John, hier beneden een showroom, maar hierboven ook, dan komen we eigenlijk nooit. Hier komt eigenlijk nooit iemand. Ja, alleen maar echt liefhebbers zien. Kijken wat er hoort, hè? Kijk, zie je. Je meent niet dat deze Peugeot. Dat meen je niet. ik zie het al. Dat meen je niet. Ja. Ontworpen door Pininfarina. En nog een cabrio versie ook? Ja. What the fuck? De 205 GTI is ontworpen door Pininfarina. Dat meen je niet, joh.
Dat ik zo niet verwacht. Ja. Normaal doen jullie alleen maar het luxe segment. Ja, maar dat is wel een leuk weetje. Een weetje, ja, lekker. Een weetje. Maar hier staat een beetje het... Je favoriet hier. Het oude spul allemaal. Deze hebben we vandaag verkocht. Mercedes 190. Och, dat is mooi, jongen. Deze is echt in een goede staat, oké, okay, John? 2.5 16 klepper. 16 klepper. Ja. Ja, gaaf. Ik vind die oude Mercedes fantastisch, jongen. Echt. Een beetje gangster, hè? Een beetje gangster, ja. Ik zie als een Russische gozer erin zitten met een Galashnikov uit het raam en een grizzlybeer achterin. En dit is ook gewoon een V12, maar ja, met 200 pk maar of zo. 299 pk uit de V12 is helemaal niks natuurlijk. Andere tijden. Een hele gave kleur op deze M3, John. Een soort paars. Techno-violet is dat. Techno-violet. Doe die techno. En dit is deze van 1992. Ja. Ook wel weer een oud beestje. Kostte toen volgens mij 250.000 gulden, nieuw. Hè? En het mooie ervan is, dat is 1992, ik kocht een huis in 1996 voor 200.000 gulden, een huis. En dit is 250.000 gulden toen in die tijd. Niet dat normaal. Meen je niet. Ja. Poh, je zou maar uit de guldentijd komen. Ja, ik weet het. Nou, ik ook nog, want ik kom uit 99. Dan zie je er ongeveer zo uit. En ook nog geboren op dodenherdenking. Ook dat nog, ja. Dat was echt een hele leuke dag om mee geboren te worden. Ja. Dus ik vind altijd een wonder dat ik zelf niet op 1 april geboren ben. Maar dat zou wel mij liggen. Eén grote grap, ja. Nou, John, bedankt. Ook Pinivrine. Ik ga weer ervan tussen, man. Dat is goed, dat is al wat donker. Ik ga je met rust laten, want... Zullen we een jupje pakken? Ja, breng me niet in de verleiding, John. Ja, het zijn wel 25 centiliedjes. Eentje mag, maar dat ga ik niet doen. Want ik... Hij is beledigd, hij is beledigd. Nee, als ik terugkom van mijn RSS, John, dan drinken we er niet één, maar dan gaan we gelijk helemaal... Dan gaan we er een paar kapot schieten. Zeggen wij hier. Een paar kapot schieten? Ja. Moet ik mijn luchtbox meenemen? Of we gaan een paar burgemeester maken. Een burgemeester, ja, wij zeggen soldaat maken. Ja? Ja. Die onze burgemeester maken. Ja, jullie zijn wat liever hier, hè, in het zuiden, dus zeg je burgemeester. Ja, dat kun je wel merken, hè. Het verschil tussen jouw grap en mij en hoe sociaal ik naar jou ben en hoe lief ik naar jou ben. Ja. Dat geeft niks. Dat je mij een kapotte bus mee geeft. En, Oh, jongen toch. Ja. Dat kan ik niet hebben hoor. Nee, joh. Oh, het zielige voor John is, die arme man had die bus en hij had er zo hard aan gewerkt. Hij heeft er, ja, volgens mij wel ook letterlijk vlies opgedraaid. Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. En had er al helemaal het team gedaan en alsnog liep het in de soep. Dus ja, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. John kon daar in principe niks aan doen. Dus, ja, we hadden andere banden moeten leggen. Ja, andere banden, maar alsnog die andere kleine dingetjes zo. Het is gewoon een beetje hectisch gelopen, dat hoort erbij. Maar als het dan netjes wordt opgelost, dan wordt er niet over gepraat. En dan, komt allemaal weer goed. Het komt allemaal gewoon weer goed. Nee, John, bedankt weer. Ik neem die wagen mee en dan ziet ik jij snel. Dan gaan we dat allemaal oplossen. En de RSS dan... trouwens, we gaan geen datum noemen. Nee. Dat is binnenkort. Dat is binnenkort, ja. Nog wel even snel naar het toilet voordat ik ga. Een mooie quote hier, hè. Let op, graag in de pot pissen en je ballen scheren. En je privacy wordt hier enorm goed gewaarborgd. Kijk maar even. Oh, wat heb ik hem gemist. Ik ga lekker snel naar huis. Ik ben weer thuis! En zoals je ziet, ben ik heel sportief gekleed. Ik ga, jongens, beginnen aan het plan waar ik laatst al met jullie over had gehad in de vlog. Even deze focusing flash pakken als statief. Zo, op. Ik ga beginnen met mijn plan tot en met mijn verjaardag, 1 juli 2022. Beginnen met 3 keer per week sporten, uiteindelijk 4 keer per week, uiteindelijk 5 keer per week. Met een heel eetschema. Het eetschema is nu voor mij gemaakt, die ga ik ophalen. Zometeen ga ik dus ook voor het eerst sporten. En dan gaan we kijken of ik een beetje kan transformeren. Want ik ben dun en ik wil weten hoeveel ik kan bereiken in kleine 7 maanden tijd dus. Het is vandaag 10 januari. Ik heb aanleg, werd er gezegd, om breed te worden. Nou, of dat zo is, dat gaan we zien. Maar in ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Ik ga nu nog niet filmen, maar weet dat ik de aankomende tijd heel veel ga filmen. Zo. Ik wil alleen niet dat het eentonig wordt in mijn vlogs. Dus ik ga het gewoon af en toe filmen. Soms stel ik het, soms niet. Het liefst film ik het eigenlijk elke dag, want ik film mijn dagelijks leven. Maar zitten jullie daarop te wachten? Laat het even weten, want ik wil niet dat er eentonige shit constant gebeurt in mijn vlogs. Maar in ieder geval, nu film ik het nog niet. Volgende keer wel. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. In het volgende shot zien jullie mij gewoon weer terug. Thuis, denk ik. Of ik weet het niet. We gaan het zien. Ik ben helemaal kapot gemaakt. Oh, het was biceps en rug vandaag. Fuck up. Ik ben zo gemotiveerd.
dat wel, niet normaal. Hoe meer pijn ik had, hoe harder ik die gewichten omhoog ging tillen. Het was wel weer een topdagje. John gaat het allemaal regelen. Binnenkort ga ik weer terug naar John voor de bus en voor de grote beurt van de Audi. Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. En wees er morgen weer bij. Morgen? Wat morgen ook weer doen? Oh ja, heel veel meetings en focus en boekhouder. En ik zou zeggen, wees er morgen om 5 uur bij. Bedankt voor het kijken. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is de... Laat toppers. If you see these dogs in your front yard, no upstairs, I'm going hard. Bing bong.